Jullie vragen jullie vast af, waar deze jongen vandaan? Nou, kijk hier. Daar! Hoi! Nou, we zijn onderweg naar Disney! In de tyfusregen! Ja. Maar goed, dat komt helemaal goed. Dat is alleen hier. Er is beloofd dat het daar gewoon lekker is. Dus exact. Helemaal goed komen als het goed is. Ja. Zo, na de korte introductie van Joost, zijn wij gearriveerd in Vienna House Dream Castle. Heb ik maar laten vertellen dat het niet meer van Vienna House is, maar dat mag de pret niet drukken. Een beetje, is het al als je het nou zo ziet, wat zeg je dan? Zeg je van joh, wat een pauperhotel? Of, ziet er toch niet uit? Nee, ja. Mag, ja, hier, koning ook. Oh god, geluk hebben wij weer hoor. Hè? Huh? Ja, zo erg overal. Is echt stewardessenvereniging van. Dat is Frankrijk toch? Ja, dat heb ik me wel laten vertellen, ja, maar ze volgen ons. Nou, we gaan naar de arrivés. We gaan inchecken en we gaan richting de kamer. Daar zijn nog onze kamers, die zijn hierheen. Dus we gaan. Wat gaat ze nou doen? Wat rent ze nou weg? Joost is er ook nog steeds. Ja. Nou, mooie badkamer. Mooi douche erbij. TV'tje. Kingshuis bedje. Lekker fortuitje. En natuurlijk een hartstikke leuk uitzicht. Naar de buren. Lekker rustig. Geen gedoe. Ja, dan zijn we natuurlijk bij ons in de Nederlanden zijn wij Subway gewend. Maar hier hebben ze hele andere subs bij Earl of Sandwich. En dit is jullie eerste keer toch, Joost? Ja. Ja, Manon is er ook bij. Maar Manon die zegt van ik hou niet zo goed op video. Dus daar houden we erin. Die privacy gun ik haar. Dus Joost gaat nu aan zijn eerste Earl of Sandwich sub. Gaat hij. Over subs gesproken. Like en subscribe. Maar ja, ik moet nog even moeten wachten op ons. Want ik heb spare ribs besteld. Voor het eerst. Maar kijk eens. Je hebt de Philly cheesesteak. Nee, de original. De original. Ja, kun je kiezen. Dan maar gewoon gelijk. Ja, precies. Waar ze mee begonnen. Ja, jij houdt natuurlijk niet van vlees. Nee. Nee, precies. En Manon die heeft, ja, daar hadden we een discussie over. Ik wil die graag een keer proeven, maar die hebben ze nooit. Maar Manon zegt dat die is. En ja. Zou deze moeten zijn? Eerlijk is eerlijk, hij ziet er niet vies uit. En qua ingrediënten zou ze daar wel eens gelijk in kunnen hebben, maar ik vind die er lekkerder uitzien. Dat is de reclame, hè? Ja, precies. Ja, ik wacht wel even op jullie. Ja, nee, ja, dat doe maar gewoon eten, want dan is het zonde. Het zijn nog een beetje warmer. Ik ben wel benieuwd naar jouw reactie natuurlijk, dat snap je wel. Niet te vreten. Ja. Ja, dit is wel beter dan Subway, toch? Ook beter gevuld. Ja, ik zou eigenlijk kunnen zeggen super Subway, maar dat kan je niet maken. Nee, ja, precies. Nee. Dit is wel wat. Ja, hij zit hier niet, dus ik vind ja, op zich kan je het best wel. Maar het is, wij zijn op zich wel een kindvriendelijk kanaal, maar wel met pas op scheldwoorden. Dus die logotjes komen ook wel eens in beeld, dat is ook geen enkel probleem. Maar ik zou zeggen, eet smakelijk. Wij moeten nog heel eventjes op de onze wachten. Dus die gaan we ook zo. Ja, dat is nu. Oh, Suus gaat rennen, kijk. Daar gaat ze. Kijk eens, er is ze hoor. De Caprice. Nou, ze hebben hier dus sinds kort spare ribs. En Patrick van Disneyland Patrick, die zei dus dat dit ook gewoon best lekker was. Ik krijg het niet open met één hand. Maar het ziet er in ieder geval ook niet verkeerd uit. Dit zijn dus de spare ribs. En we hebben ook nog een caprice. Dat is eigenlijk gewoon Italiaanse salade op een broodje. Maar dat lusten we wel, zeg maar. Maar we gaan dit proberen. Suus, wat had jij de? Club. De club, ja. Gewoon jouw favorietje, jouw go-to. Ik zou zeggen, eet smakelijk.
The next morning. Nou, dag 1 is Anne gevangen in het Disneyland Park. Herinner je al wat, Joost? Nope. Maar we hebben onze gereedschap bij ons. We gaan plezier bouwen. En het is Halloween seizoen. Mocht je vragen wat die gekke dingen zijn, spoken. Maar het is wel weer gezellig. We hebben weer leuk aangekleed. Space Mountain is de keuze opgevallen om die als eerste te gaan doen. Dus we gaan onderweg. Oh, en het is Dapper Day. Zoals je ziet. Waar is die? Daar ergens. Nou, Space Mountain achter de rug. De first timers. Wat vond je ervan? Super tof. En Manon heeft een Windows dingetje gedaan. Ja, ding uit. En we gaan nou even ontbijten komen. Mickey en son orchestre Philharmonique. Terwijl Mickey's Philharmonic. Gewoon even lekker rustig bijkomen. En Manon heeft nu 16 updates. Die ze ja, precies. Is hij nog dicht? Wow, yo, hij is nog dicht. Ja, gaan we in Star Tours. Dat is goed voor mijn onder de ellende. We zien wel. Komt helemaal goed. Mesdames et messieurs, et vous, petit diabolique. Et vous, assez courageux. Alors, rejoignez-nous à la célébration à l'île de Mickey. Ladies and gentlemen, and you, ladies and devils, are you brave enough? If so, join us for the spectacular Mickey's Halloween celebration. Thank you.
gaat gebeuren, eindelijk. Hij is ruim een jaar dicht geweest. We hebben hem nog steeds niet gezien. De vernieuwde Phantom Manor. En daarna gaan we eten. Maar eerst even een Phantom Manor'tje. Maar waar gaan we eten, joh? Cowboy Cookout Barbecue. Cowboy Cookout. Ja. Ja. Dat zal maar zeggen, dat slaat ook op de bezigheid die je moet doen. Cow. Ja. Cowboy. Ja, dus die is open, dus daar ga ik mijn, dan is mijn guilty pleasure is klaar. En dan kunnen we daarna doen wat we iedereen doen. Ja, ja, precies. Heel leuk. Dat is Big van de Maan. Die gaat er natuurlijk. Dat dacht ik wel. Maar eerst Phantom Man. Kijk eens aan. Ruim een jaar moeten missen, jongens. Ik ben erg benieuwd wat we ervan kunnen gaan maken. Nou, we zijn bijna binnen. Ik denk dat de volgende lift voor ons is. Zin aan? Jij trekt een hoofd alsof je hier thuis hoort. Veel bespraakt ook. Wijze woorden dit. Echt, De rij is gewoon kut. Vervelend. Wat? De rij is vervelend. De rij is vervelend, ja. Dat zijn, tenminste, de mensen in de rij zijn vervelend. Ja, precies. Welcome, curious friends. It is so nice to have guests. Nous sommes ravis de vous accueillir, humble mortel, dans ce mystérieux manoir. You may not believe it, but beauty once lived in this house. Phantom Manor a vécu des jours heureux, des temps changés. Now, curious souls, come, I have more to show you. Even you? Notice this. This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Thank you.
Nou, dat was de nieuwe Phantom Manor. Ik vind het wel leuk. Hij is mooi geworden. Ik mis één ding. En dat is? Ja, het poppetje is weg. Aan het einde stond een klein bruidje die stond. Hurry back. Be sure to bring your. Never too difficult. Maar die was, het geluid is er nog wel. Maar het popje niet. Maar wij gaan nu aan de lunch. We gaan hier aanslaan. En dan gaan we even een kleine ding doen, zeg maar. En, was die. Ja. Ja, ik heb een aantal nitpicks. Een aantal dingen dat ik denk van dit had niet nodig geweest. Dit kan je fixen. Ik vind hem wel echt top dat hij overal de achteraan. Ja, maar in de ballroom had hij op zijn oude plek mogen kunnen blijven staan. Ja. En hij had gewoon moeten vervallen, dat had beter gepast. Ja. En als we dan toch gelijk tijdens het lopen bezig zijn. In de ballroom, de spoken verschijnen door het boeket heen. Terwijl het makkelijk op te lossen is. En ik vind het veranderende schilderij van de twee schutters een leuke tribute, maar past niet als veranderend schilderij. Maar dat zijn mijn nitpicks. Maar hij was wel echt. Hij is wel een heel stuk verbeterd dan het oorspronkelijk was. Maar op jacht naar voer. Suus heeft de worstjes. Maar dat zijn dezelfde worstjes als in de dingen zitten, zeg maar. Maar het is lunchtijd is aangebroken, 3:15. Maar vaak over gesproken, veel van gehoord. Joost is begonnen met het slachten van het vlees. Ik heb net al het worstje zien verorberen. Eerste indruk. Niet te beter. Ja, toch? Nee, je zal er niet van verhongeren, zeg maar. Niet meer, nee. Eet smakelijk. Battlefield. Final verdict. Tegenlicht. Tegenlicht? Ja. Nou, nog steeds, maar. Maar, ja toch? Dan kun je goed vol zitten, zeg maar. De kip kan je goed aan kruiden, lekker. Worstjes goed. Sperks lekker. Al met al. Genoten. Susje op de vetheid van het worstje na ook nog een beetje. Ja. De melon ook nog lekker gegeten. Ja, jij wil niet op film, dus blijft op Suus staan. Maar anders is het zo lullig, zeg maar, dat we drie mensen vragen, was Manon er niet bij? Dan horen ze je in ieder geval wel, zeg. En dat is hier nog steeds hartstikke Halloween. Zo'n scherp Halloween ook. En Dapper Day. We hebben ondertussen de meeste grote dingen al gedaan en gehad. Pirates, Small World, Phantom Manor en we moeten eigenlijk nog BTM even doen, Mix on the Mountain. Maar we gaan nou even aan de shop, even alle winkeltjes af, gewoon om wat kan. Dus kijken of er nog wat leuks te halen is voor die en degene. Dus we zien het wel. Zo, dag zit erop, vuurwerk done. We trotseren de drukte richting de uitgang. En wat zou ik ervan zeggen? Als je een vechtpartijtje gezien hebt, wat leuk. Dus wat dat betreft alleen in Disneyland Parijs. Daar is niet waar, en hij natuurlijk ook. Maar we hebben het gewoon hier in Frankrijk ook. We importeren die zooi gewoon. Dus. Maar wat vond jij ervan, Joost? Een geslaagde eerste dagje of? Zeker. Nou, dat is goed, dat is goed. Ja, ik mag er niet filmen, maar wat vindt Manon er dan van? Ja. Vind je het leuk of niet? Ja. Manon vindt het leuk. Die loopt heel de dag, loopt ze al te genieten. Ze vond de show mooi. Dus het komt helemaal goed. Dus bij deze, wij gaan lekker terug naar het hotel. Even lekker tukken.
Tot morgen.